volkomen kansloze nederlaag vandaag? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je zo'n kort tijdsbestek eigenlijk op 2-0 achterkomt en daarna ook geen moment in de wedstrijd gehad hebt van we kunnen het omdraaien, dan was het vandaag een kansloze wedstrijd inderdaad. Dus doodzonde. Waar lag dat aan? Ik denk dat het ook wat te maken heeft met de twee vroege tegengoals. Dat je daarna eigenlijk geen moment in de wedstrijd komt waarin de tegenstander een stuk agressiever begint en eigenlijk de hele wedstrijd speelt. En wat ik zeg, dan het combinatiespel wat wij graag spelen, dat kwam er dan totaal niet uit. En het begint ergens anders. Dat heeft de trainer ook aangegeven voor de wedstrijd in de rust nog een keer. Maar dat ontbrak eraan vandaag, denk ik. Je weet dat Go Ahead gretig begint. Het is de wedstrijd voor het jaar voor hun hier. En toch kom je het eerste kwartier twee tegengoals en het eerste kwartier van de rust ook weer een tegengoal. Waar je dan daar toch niet goed op voorbereid? We wisten het wel inderdaad. En het is ook heel goed benadrukt voor de wedstrijd. En nog een keer in de kleedkamer vlak voordat we het veld op gingen. Maar sommige dingen, dat is toch onverklaarbaar hoe dat dan in een wedstrijd zo kan ontstaan. Want eigenlijk hebben we in de week hiervoor nooit last van gehad dat we zo'n wedstrijd begonnen. En vandaag hebben we ons gewoon echt laten aftroeven. Dat zijn cruciale momenten in de wedstrijd. Je weet dat ze de eerste kwartier, 20 minuten gaan komen. Dat je dat eigenlijk door moet komen. En dat je vervolgens toch de kans krijgt om je eigen spel te spelen. Want Go Ahead houdt het ook niet 90 minuten lang vol. Maar die kans hebben we niet eens gehad. Je komt er dan in met een 3-0 achterstand. Is dat lekker? Je komt er liever in met een voorsprong of dat je de wedstrijd echt, dat je het gevoel hebt dat de wedstrijd er nog ergens om gaat. Maar aan de andere kant, op het moment dat je invalt, dan doe je er alles aan om toch te proberen de wedstrijd nog te doen kantelen. Ondanks dat het een lastige opgave is. En dat is daarna ook gebleken, kort erop met het 4-0. En uiteindelijk met 4-1 zwaar teleurgesteld het veld afgegaan. Ja, na die 4-0 krijg je nog wel flink wat ruimte. Je scoort nog. Heb je dan nog eventjes het idee van heel misschien? Dat idee moet je altijd wel een beetje hebben. Alleen, ik denk niet dat we daarna nog de kansen gecreëerd hebben om echt een aansluiting te krijgen, zeg maar. Dus eigenlijk niet. Een wijze les vandaag. Ja, dat denk ik wel. Die wedstrijden zitten er af en toe tussen. En het is gewoon heel erg zuur dat het deze wedstrijd is. Omdat die zo beladen is, alles wat erbij komt kijken, ook voor de supporters. En dat is gewoon doodzonde dat ons dat juist deze week overkomt.